Het is een groot probleem voor met name kleinere bedrijven. Een langdurig zieke werknemer. Natuurlijk in de eerste plaats vervelend voor de werknemer die ziek is. Maar ook voor de collega's, vooral in een klein team. En het brengt ook behoorlijke kosten met zich mee. De werknemer krijgt minimaal 70% van het loon doorbetaald. Maar vaak is in de CAO geregeld dat dat 100% is. En er moet natuurlijk een tijdelijke vervanger worden aangenomen. De werkgever gaat dus opeens dubbel betalen. Zeker bij kleinere bedrijven, zoals een winkel met drie werknemers of zo, is dat een behoorlijke kostenpost. Werkgevers kunnen zich hiertegen verzekeren, maar dat is zo duur dat niet ieder bedrijf dat doet. Bij bedrijven met maximaal zeven werknemers is 75% procent verzekerd. Bij bedrijven met tussen de zeven en de vijftien werknemers is dat 85%. Procent. In het regeerakkoord was afgesproken dat kleinere bedrijven, tot maximaal 25 werknemers, nog maar één jaar zouden doorbetalen bij ziekte. Voor het tweede jaar zou via het UWV een uitkering verstrekt worden. Maar de werkgever moest daar nog steeds premie voor betalen en die premie kan dan weer behoorlijk oplopen. Werkgevers vonden dat geen goed plan omdat de kosten voor bedrijven hoog zouden blijven. En dus is dat plan nu van tafel. Minister Koolmees en de werkgevers hebben een nieuw plan bedacht. En dat ziet er zo uit. Werkgevers blijven het loon van een zieke werknemer twee jaar doorbetalen. Maar er komt een speciale verzekering voor bedrijven om de kosten van een zieke werknemer te dekken. Om de premie van die verzekering te verlagen draagt het kabinet 450 miljoen euro bij. De hoop is nu dat kleine werkgevers sneller nieuwe mensen aannemen, omdat de kosten als zo iemand ziek wordt lager zijn. Ook zijn er afspraken gemaakt om iemand na ziekte aan het werk te laten gaan bij een ander bedrijf. En daardoor, zo denkt minister Koolmees, raken er in de toekomst minder mensen arbeidsongeschikt. Vanwege die verwachte meevaller schrapt Koolmees dan weer een bezuiniging van 300 miljoen op de arbeidsongeschiktheidsuitkering. En daardoor is ook de derde partij in de polder, de vakbond, blij met dit akkoord. De maatregelen gaan in 2020 in.